Bij de monohybride kruising kijken we naar de overerving van één erfelijke eigenschap. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe de monohybride autosomale overerving verloopt. Wij kijken daarbij ook naar de dominante en recessieve eigenschappen. Voor het begrip kijken wij eerst naar de chromosomen. Dit zijn de chromosomen van de lichaamcellen van een mens. De chromosomen zijn in paren aanwezig. We noemen dit diploïd. De geslachtscel, ook wel gameet genoemd, is haploïd. Dat betekent dat van elk chromosomenpaar er één aanwezig is. Op deze manier geeft elk geslachtscel één chromosoom van elk paar door aan het kind. Bij het samensmelden van twee geslachtscellen bezit dat kind dan weer een complete reeks aan chromosomen. Deze chromosomen wordt dan de geslachtschromosomen genoemd. Yes, deze. En deze chromosomen worden de autosomen genoemd. Dit wat gekleurd is. Wij gaan nu verder kijken naar de overerving van genen die liggen op de autosomen. Dit noemen we de autosomale overerving. Zo behoort chromosomenpaar nummer 1 tot de autosomen. En deze man geeft of dit chromosoom aan zijn kind of dit chromosoom. Wij zoomen nu even in op de chromosomenpaar. Een chromosoom bestaat uit een lange streng DNA. Op een chromosoom liggen enorm veel genen die elk coderen voor een eigenschap. Zo ligt er bijvoorbeeld op deze plek een gen voor het eigenschap haarkleur. Op de chromosomen liggen er nog veel genen, maar nu kijken we eerst naar die gen. Dit gen bestaat uit twee allelen. Een allel is een variant voor een gen. Het gen codeert bijvoorbeeld voor het eigenschap haarkleur. En daarvan zijn er bijvoorbeeld twee allelen bruin en blond. Zo kan het ene chromosoom het allel bruin hebben en het andere het blonde allel of andersom. Of ze hebben allebei het allel voor blond of allebei voor het allel bruin. Wij geven dit in een genetica aan met letters. De letter B staat voor het gen en in dit geval het gen voor haarkleur. Voor de verschillende allelen gebruiken we dan de hoofdletter en de kleinletter. Je hebt dus grote B, kleine b of kleine b, grote B, maar dit schrijven we altijd als grote B, kleine b. De hoofdletter zetten wij altijd voorop. Of we hebben kleine b, kleine b. Grote b noemen we dan ook wel heterozygodominant. Kleine b noemen we homozygoot recessief. Grote b, kleine b heterozygoot. Kleine b, grote b ook heterozygoot, maar dat schrijven we niet. De hoofdletter staat altijd voorop. Om uit te leggen hoe de overerving verloopt, kijken wij naar een voorbeeld met bloemen. Tussen haakjes, planten hebben ook chromosomen. Wij kijken naar witte bloem en een rode bloem. Het gen voor kleur bevat twee allelen, rood en wit. We zeggen dat rood dominant is ten opzichte van wit. Rode allel geven we dus aan met een grote B. Wit is dus recessief. Dat is tegengesteld van dominant en we geven dat met de kleine b. Hoe de bloemen eruit zien, rood of wit, is het fenotype. Een rode kleur bloem heeft dus een grote b of een grote b, kleine b. De witte bloem heeft twee kleine b. Zodra de bloemen van een grote b heeft, is de bloem niet meer wit, maar rood. Deze letter noemen we de genotype. Dus als er naar genotype gevraagd wordt, geef je alleen door dus grote b, grote b, kleine b of kleine b, kleine b. En als er naar de fenotype wordt gevraagd, dan geef je aan wat het resultaat is. Dus in dit geval rood of wit. Stel dat je een rode bloem met een witte bloem kruist,
Dan krijg je grote b, grote b, grote b, kleine b, met kleine b, kleine b. Nu kiezen we even voor grote b, kleine b, kleine b. Elke bloem geeft één allel door. Dit allel komt in de geslachtscel, dus je krijgt de volgende combinatie. In dit geval levert hetzelfde combinatie. Grote b, kleine b, kleine b levert grote b, kleine b, als genotype. Op. Het bijbehorende genotype in de grote b fenotype is de rode bloem. Deze bloem doet daarna zelfbestuiving of deze nakomeling gaat zich onderling kruisen. Grote b, kleine b wordt gekruist met grote b, kleine b. Nu geeft ook elk bloem steeds één allel door aan de nakomelingen. Hierdoor ontstaan de volgende combinatie. Grote b of kleine b of grote b, kleine b. Kleine b, grote b en kleine b, kleine b. Om het combineren overzichtelijker te houden, wordt er in de genetica gebruik gemaakt van kruisingsschema's. In ons voorbeeld kun je misschien het dan wel in je hoofd combineren, maar als de opgave ingewikkelder wordt, dan is een schema handig. Verticaal in het kruisingsschema zet je de allelen van de ene ouder, horizontaal zet je de allelen van de andere ouder. En dan kun je heel schematisch de verschillende combinaties invullen. Deze twee komen samen en deze twee komen dan samen. We zetten de grote B altijd vooraan en als laatste combinatie heb je dan deze twee kleine b. De nakomelingen die nu ontstaan hebben grote b of grote b kleine b. Dat zijn de genotypes. De verhouding van de genotypen zijn hier weer gegeven. Dat betekent dat 50% kans is op grote b, 50% kans is op grote b, en 50% kans is op kleine b. Grote b, kleine b leveren rode bloem op. Kleine b, leveren dan witte bloem op. Dat zijn de mogelijke fenotypen van de nakomelingen bij deze kruising. Hier zie je de verhouding staan 3 staat tot 1. De kans op rode bloem is 75% en de kans op witte bloem is 50%. Let op, het gaat om over kansen. Bij elke nieuwe nakomeling is de kans op rode bloem 75% enzovoort. Tot slot, de ouder worden aangegeven met letter P, de kinderen met F1 en de nakomelingen van de F1 wordt F2 genoemd. Mocht er vragen zijn over dit onderdeel, zie ik dan wel in de comments. Hi, ik stel het zeer op prijs dat je tot het einde hebt gekeken van mijn video. Als je meer vragen hebt over dit onderwerp, graag plaatsen onder de comments. Like de video's en als je nieuw bent en als je geen enkel video van mijn kanaal wil missen, subscribe. Tot de volgende keer.